Nieuwmond Suriname heeft een nieuwe ambulance, 15 zuurstofcilinders en 2 koelkasten geschonken aan de medische zending. Volgens Senior Director External Relations Shirley Soma-Sumter heeft Nieuwmond voor de medische zending gekozen omdat zij in gebieden werkt waar Nieuwmond ook actief is. Nieuwmond heeft als beleid in het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid dat we investeren in de gemeenschap. En er zijn verschillende gebieden in de gemeenschap waar we in investeren. In educatie en in gezondheidszorg. En zeker met de COVID-pandemie, we hebben gezien wat de impact is geweest op de samenleving als geheel, vinden we dat we een bijdrage moeten leveren om de gevolgen van de pandemie te mitigeren. Dus we investeren van oudsher in gezondheidszorg, maar vooral nu met de COVID-situatie in COVID-zorg. En de medische zending is een organisatie die van oudsher in het binnenland opereert, waar de gezondheidszorg over het algemeen op een minder goed niveau is als in de stad. Dus we willen ook in dat verband onze bijdrage leveren. En daarnaast heeft Nieuwmond zich verbonden om ervoor te zorgen dat het om in te staan, om te werken aan de duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen in het gebied waar ze opereert. Volgens Herman Jinti, directeur van de medische zending, zullen de spullen niet alleen gebruikt worden voor de COVID-zorg in het binnenland. De medische zending wil hiermee aangeven dat we de zorg die we reeds bieden in de binnenlanden van Suriname verder kunnen garanderen. En ik denk zelf dat als we in staat zijn dat te doen, dus die garantie te geven dat er goede gezondheidszorg is in het binnenland, dat we daarmee de zorg ook nog kunnen verbeteren. De ambulance, zowel de ambulance als de vaccinkassen, maar als u goed hebt gekeken, hebben we ook zuurstofflessen gehad. Die zijn belangrijke dingen sowieso in de COVID-zorg, maar zoals ik net zei, ook in de reguliere zorg die we bieden aan de achterlanden. De MZ-directeur zegt dat de training die de medewerkers krijgen om de juiste informatie te verschaffen, binnen 3 weken wordt afgerond. De medische zending opereert op 51 locaties en daarom moet alles op de juiste manier geschieden.